Thomas, toch een hele makkelijke vraag voor jou hier op het bordes. Wat zeg jij als ik tegen jou zeg de woorden Den Bosch en springen? Ah, daar kan ik wel mee. Ik wil dat iedereen zo meteen meedoet en gaat springen. Want wie niet springt is voor Den Bosch. En wie niet springt is voor Den Bosch. En wie niet springt is voor Den Bosch. Ja, ik werk gewoon hard. Ik weet wat ik doe op trainen. Ik probeer gewoon mijn uiterste best te doen. Schot van 3. Ja, die komt er wel. En is het nu afgelopen. Gas Terra Flames wint voor de derde keer in de historie de nationale beker. De laatste keer was dat tegen Berg op Zoom. Toen was Koenis nog speler bij Berg op Zoom. En nu mag hij straks de beker omhoog houden. Kijk, hier is hij, jongen. Hier is hij. Oh, mooi vrijgespeeld. Oh, door Zoom. Kip in. Thomas Koenis. Over en uit en is de titel weer terug in Groningen. Ja, mooi gezien. Klein risico, Koenis. Goeie move van Koenis. Zo, ja, zo, zo. De nationale beker. Koenis dan. Ja, Koenis in de rebound. Hier de score van Thomas Koenis op aangeven van Evan Bruinsma. Hij maakt 13 punten en pakt maar liefst 18 rebounds. Donar wint de bekerfinale van Leiden. Alley-oop, die maak ik niet zo vaak. Ja, kijk, ik ben geen geweldige atleet. Krijgt dan de bal mee. Ja, dat lukt. En nu dan. Oh, oh. Fantastisch opnieuw. Wat een schitterende score weer. Geweldig. Alley-oop. Ja, zou het wel. Zie je ook weer zoeken. Hier dan met een deur. Ja, dat is op zich een uitstekende oplossing van Thomas Koenis. Oh, wow. Wat een deur van Thomas Koenis. Geweldig. Taylor Koenis. Ja, schitterende actie. En een geweldige deur van Koenis. Koenis. Ja, geweldige deur van Thomas Koenis. Die bal gewoon afnemen door Koenis. En Koenis doet het uitstekend. Spitsmoeve en scoren. Niet gemist. Ja, dat had ik van tevoren ook niet helemaal gedacht dat ik vandaag 7 of 7 drietjes zou gaan schieten. Thomas Koenis dus al 8 punten en dan, ja, dan gaat hij nu nog een keer schieten en gooit hij er weer in. Wat zit ook in het team en Koenis weer met een score. Wat een geweldig begin van Thomas Koenis. Weer een 3 punten. En nu, ja, alweer. Nou, dit bestaat toch niet. Thomas Koenis, wat doe je nou? 5-3 punters. Ah, en nog een keer. 6-6. Thomas Koenis. Nu dan toch nog Koenis. Oh, Thomas Koenis. De captain van Donar.
dames en heren. Wat ontzettend fijn dat u er nog bent. Ik ga u voorstellen aan iemand die hier 9 seizoenen speelde. 15 seizoenen in de Eredivisie. Bij onder andere Bergen op Zoom, bij Leiden en natuurlijk 9 seizoenen bij Donar. Even wat nummers. 76 Europa Cup wedstrijden, 563 Eredivisie wedstrijden en 639 wedstrijden in totaal in zijn carrière. 2 keer kampioen van Nederland, 4 keer bekerwinnaar en 2 keer de Supercup. Dames en heren, warm welkom aan Thomas Koenis! Thomas. Allereerst jouw gevoel nu. Ja, fantastisch. Hele mooie beelden om terug te zien. Maar ook gewoon om hier voor de fans weer te staan. Absoluut. Allereerst, hoe gaat het met je? Ja, gaat hartstikke goed. Ja, ik mag niet klagen. Mooi. Vrouw en kinderen ook goed? Ja, gaat goed. Kleine gaat goed. Die is inmiddels 4 maanden. En gaat gewoon zijn gangetje. Hey, wie heb je vandaag allemaal meegenomen? Ik zie allemaal mensen staan, maar wie zijn er allemaal hierbij vandaag? Mijn familie, mijn broers, mijn zus, mijn vriendin. Nou ja, oud teamgenoten, coaches. Dus dat is super mooi dat ze er allemaal zijn. Mooi. We gaan er met z'n allen een heel mooi evenement van maken. We houden het niet al te lang, maar ik heb wel een aantal speciale gasten uitgenodigd. En als eerste zou ik heel graag naar voren willen. Ik kijk even op mijn draaiboekje. Ik heb trouwens nog één ding voor jou. We zagen zo net allemaal highlights. Dat waren er een paar. We zien nog wat filmpjes zometeen. Wat we ook uit gaan reiken aan jou is een hele grote USB-stick met daarop alle herinneringen van alle spelers die iets voor jou hebben ingesproken. Die krijg je mee naar huis zometeen. Maar niet voordat we gaan kijken straks natuurlijk naar de filmpjes. En ik zou zeggen, start er maar in. We kunnen gaan kijken. De duo ooit van de DBL. Gefeliciteerd, man. Geweldig. Koenis, the day has come. Welcome to the other side, my friend. I want to say hi to the whole Donar family. Thomas, je hebt een fantastische carrière gehad. Dus blijkbaar moeten we nou wat veer in je reet steken. Dus hier gaan we dan. What's up, Donar fans? Samanze Ekekeze. Had the honor and privilege of playing with Thomas in his final season with Donar last year. Thomas as a person was not only one of the nicest guys I've ever been around, one of the most genuine guys I've been around, also one of the funniest guys on the team, which a lot of people don't get to see that side of him, but it was always fun joking around with him off the court. Thomas, man, I know you're gonna see this. I love you, buddy. One of my all-time favorite teammates, and really hope I get to see you soon. Peace. Hey Thomas, met deze boodschap een kleine bijdrage van mij aan de feestvreugde vanavond. Ja. In de voorbereiding op deze video eigenlijk heb ik nog eens die wedstrijd van Karafnos terug zitten kijken. Als je die beelden terugkijkt, dan natuurlijk vallen die 3 punters op en die zijn van een prachtige schoonheid. Maar als je die wedstrijd verder gaat kijken, dan zijn vooral die 5 assists ook van een schoonheid die volgens mij tekenend was voor de groei die jij daarna doormaakt als speler. Het allermooiste is dat zulke blijvende herinneringen en blijvende relaties op heeft geleverd, dat ik zeker weet dat wij elkaar zullen blijven ontmoeten met een grote lach op het gezicht en met veel plezier, mooie verhalen en een lekkere kop koffie. En daar kijk ik nu weer naar uit. Thomas, gefeliciteerd jongen met je pensioen. Je dacht meer dan wie ook na over het spelletje en hoe je altijd teams kon helpen en later ging je ook nog 3 punten schieten. Daar neem ik de credits voor. Nogmaals, geniet ervan, man. En ik spreek je snel. Je bent gewoon een goede gast. Behulpzaam, hardwerkend. Je hebt een passie voor wat je doet. En dat straal je ook echt uit. Dat heeft zeker mij heel veel ook geïnspireerd.
Je had altijd kleine slimmigheden die je wou inbrengen. En je cijferde die altijd weg om andere teamgenoten beter te laten spelen. Andere herinneringen die me eigenlijk ook altijd wel bijblijven, zijn alle extra uren na trainingen die we samen hebben staan schieten. Dat heeft me zeker geholpen naar waar ik nu ben. En ik heb je er nooit expliciet voor bedankt. Dus ja, bij deze. Dankjewel. En zoals ik al zei, Thomas... Beste Thomas, namens de gemeente Groningen bedankt voor alles wat je hebt gedaan voor de sport in Groningen. Van de NOC-NSF Nationale Sportweek, het rookvrij maken van de Venserschool in SBT, tot natuurlijk de Special Olympics. Je bent een grote inspiratiebron en een waardig ambassadeur, sportambassadeur voor Groningen. Nou, die zat erin. En al die hele mooie toespraken ook, Thomas. Er is nog veel meer. Er staat intussen achter je prachtig mooie cheerleaders met een hele grote USB-stick. Ik kan je vertellen, de kleine zit er ook bij. Dus die kun je gewoon in je computer stoppen. Je hebt geen mega computer nodig. Maar nog veel meer boodschappen van nog veel meer spelers. En daar kun je in alle rust thuis van gaan genieten. We gaan snel verder met het programma. We willen het niet al te langdradig maken. I would like to ask forward Ivica. Ivica Skelin. First of all, welcome back, of course. Very glad that you could join this kind of farewell ceremony for Thomas. First of all, your thoughts on what kind of player Thomas was, and please give him some kind words. Oh, I have only kind words for him. Thomas was always honest worker, great person, and I'm really happy and honored to be here. I will say one picture. So 2014, we won a first cup in Zvolle. And after a game, we have been in front of the bus, happy. And I like to joke with smart people. And I have been asking him, hey, Thomas, how many years for the first trophy? He said, 7. I said, oh, my God, so 7 more years, we will win nothing. So fortunately, that was not true. He won a lot of prizes. Congratulations on great career. Thank you. And then very short, what's your best memory together with Thomas? I think that he was a player every coach would like to have. Never injured, always wants to play for a team, warrior. And that's something I will, that's how I will remember him. So always a guy I could count on. Absolutely, thank you. Someone else, I would like to ask the volgende gast, Jason. Dames en heren, Jason DeRusso. Goed dat je hier bent. Fijn dat je ook even bij de microfoon wilt komen. Ik ben op zoek naar een leuke anekdote over Thomas. Iets uit de kleedkamer of een mooie reis. Maar er is zoveel. Over de jaren met Thomas. Hij is een grappige jongen, maar hij is echt een goede speler, maar een beter persoon. En echt een leider. En we hadden heel goede tijden samen. Heel veel dingen gewonnen. En ik ben heel dankbaar dat ik had met hem gespeeld. Hoe belangrijk was die invloed van Thomas binnen het team? Binnen alle teams waarin jullie gespeeld hebben? Heel belangrijk. Hij was een voorbeeld voor iedereen. Hij was een echte prof. Hij kwam vroeg. Hij vertrekt laat. Altijd zorgen voor zijn lichaam. Hij was echt een goede teamgenoot. Mooi, ook daar weer mooie woorden. Wat is jouw beste herinnering aan Thomas? Ja, de seven threetjes tegen Karabnos. Dat was gek. Ik had dat nooit verwacht. Sorry, Thomas, maar seven threetjes van. dat was een leuke avond. Absoluut. En het was volgens mij ook jouw allerbeste wedstrijd. Career high, 25 punten, 7 uit 7 driepunters. Ik geloof.
100% scores, 5 rebounds, 5 assists, een steal nog geloof ik. Ja, klopt. Die wedstrijd ging alles goed. En eigenlijk met het hele team. Dat jaar spelen we fantastisch. Maar in die wedstrijd viel echt alles samen. En voor mij persoonlijk ook. We hebben nog meer gasten. Dankjewel Jason. Heel mooi dat je erbij bent. Ik zou heel graag naar voren willen Bas Kamminga. En dat doen we straks even in combinatie met een andere gast. Maar misschien nog wat woorden van jouw kant. Ik zie dat je wat moois meegenomen hebt. Ja, ik heb wat moois meegenomen. Want op zo'n avond waar we stilstaan bij een echte clubman die officieel afscheid neemt. Ja, daar hoort natuurlijk eigenlijk ook even een cadeautje bij. Dus ik wou Thomas eigenlijk wel meteen vragen om deze eens eventjes te pakken. Ja, graag, graag zelfs. Ja. Thomas kan dat heel erg snel, zie ik. Ik ben heel nieuwsgierig wat erin zit. Ja, deze foto was tegen Antwerpen. En dat was denk ik mijn enige dunk met twee handen. En toen wees ik naar mijn vrienden van het feest. En die zeiden, wanneer ga je nou eens een keer met twee handen dunken? Dus gelukkig einde van mijn carrière heb ik het toch nog met twee handen gedunkt. Dus daar moesten ze even... eigenlijk voor hun. Dus mooie foto, mooie herinnering. Die krijgt een mooi plekje. Zeker weten. Dankjewel, Bas. Dankjewel, Bas. Blijf er anders nog even bij. We vragen de volgende gast naar voren. En dat is meneer Van der Zee. Oh ja, Willem Kok, sorry. Ik haal die namen altijd door elkaar. Willem de Kok van Martini Plaza natuurlijk. Mijn excuses. Je bent hier met een kleine boodschap volgens mij. Wat voor boodschap kom jij hier brengen? Ja, we hebben een mooie boodschap. Thomas is niet alleen van grote betekenis geweest voor Donar, maar ook voor Martini Plaza. En het succes van Donar straalt altijd ook af op Martini Plaza. En om die reden hebben we gedacht van nou, dit soort helden moeten wij eren. En dat doen we niet zomaar, dat doen we op een bijzondere manier. Dat hebben we ook al vaker gedaan. Dus om die reden zal dat deel van de tribune vanaf dit moment de Thomas Koenis tribune gaan heten. Dames en heren, vanaf nu vak NOP benoemd tot de Thomas Koenis tribune. Dankjewel. Een hele grote eer, denk ik, Thomas. Ook voor jou, naast de Jason Russo-tribune aan de andere kant. Aan de andere publiekskant, de Thomas Koenis-tribune. Dat vind je ervan? Ja, het sfeerteam. Ik bedank het sfeerteam altijd na elke wedstrijd. Zij zijn de aanjagers ook om hier weer om die sfeer te brengen. En dat vind ik altijd fantastisch. Dus nogmaals, super bedankt. En super mooi eerbetoon. Goed, voordat we langzaam gaan naar het einde van deze ceremonie wil ik heel graag naar voren Marcel Verburg, voorzitter van Zorg en Zekerheid Leiden. En ik zie dat jij ook iets heel moois hebt meegenomen. Thomas heeft natuurlijk ook 2 seizoenen in Leiden gespeeld en daar hebben jullie vast nog hele mooie herinneringen aan. Ja, ik weet dat Thomas eerst hier heeft gespeeld en wij hebben Thomas verder opgeleid, klaargestoomd. Voor eigenlijk daarna de mooiste fase in zijn carrière. En dat was hier. Maar wat ik ook nog even wil zeggen, het is misschien al een beetje gezegd. Maar Thomas ging volop in de strijd. Bij de trainingen, bij de wedstrijden. Maar hij was er ook altijd voor onze vrijwilligers. Voor onze sponsors en misschien nog wel het belangrijkste. Voor jullie allemaal hier, voor alle fans. Dat was zo in Leiden. Maar ik geloof ook zeker hier in Groningen. Thomas. Voor mij ben jij een modelprof. En ik hoop oprecht dat je behouden blijft voor het basketbal. Want ik denk dat een hoop spelers nog heel veel van jou kunnen leren. Ik wens je in ieder geval heel veel succes bij alles wat nog komen gaat. Dankjewel, Marcel Verburg.
En ook weer een prachtig mooi cadeau volgens mij. We gaan langzaam naar het einde van deze ceremonie, maar dat betekent niet dat het helemaal klaar is. We hebben namelijk nog één heel mooi moment te gaan. Thomas, jij bent een van de iconen geweest van de club, van Donar. Er zijn weinig spelers die het hier allereerst al zo lang vol hebben gehouden zoals jij. 9 seizoenen bij Donar en daarnaast een hele grote rol gespeeld bij heel veel prijzen van Donar. Ik zei zo net al, 2 landskampioenschappen, 2 keer de beker en 2 keer de Supercup. Daarnaast jouw onuitputtelijke inzet en daarnaast ook een heel groot stukje maatschappelijke betrokkenheid. Daar zijn we als club heel erg trots op. En dat willen we heel graag eren met iets heel bijzonders. En dat doen we zeker niet vaak. Het lijkt erop dat we dat heel vaak achter elkaar doen. Afgelopen jaar Jason Derusso. Wij willen jou eren met het retirement van het nummer 14. En dat is wat we nu gaan doen. Allereerst overhandigen we voor jou het ingelijste shirt. Jouw nummer 14. Het enige echte Donar shirt. En dit is het gesigneerde shirt waarin jij de wedstrijd tegen Karafnos hebt gespeeld. Jouw career high met alle handtekeningen daarop voor alle spelers. Zorgen voor dat hij een heel mooi plekje krijgt. En daarnaast geef ik nog heel graag aandacht voor de fotografen. Dames en heren, voordat we echt overgaan tot de onthulling van het nummer, halen we nog even Thomas' zus erbij. En ik denk dat het een heel mooi moment is om dat samen te doen. De voorzitter van Donar, de zus van Thomas Koenis, met z'n 3 aan de knop. En dan is het nu tijd om met elkaar op de knop te gaan drukken. Ik tel af. 3, 2, 1. Dames en heren. Voor altijd retired. Het enige echte nummer 14. Voor altijd. Thomas Koenis. Maar ook verdriet gekend. Hoe vaak stoot ik me op. Dames en heren, we gaan langzaam afsluiten. Ik wil heel graag de microfoon nog 1 keer aan Thomas geven. Ik zie dat je tot in tranen geroerd bent. Maar voor jou de eer nog een paar laatste woorden voor alle mensen die hier nog zijn in Martini Plaza. Ja, ik heb hier een fantastisch jaar gehad. 9 jaar mogen spelen van de 15. Daar ben ik enorm dankbaar voor. Mooie successen behaald. Mooie wedstrijden gespeeld. Enorm genoten van alle mooie wedstrijden hier. Zeker de spannende wedstrijden waar het dak er vanaf ging. Ook de interactie met jullie, met de fans, met de mensen op de tribune. Ik probeer die af en toe op te zwepen. En dat, nou, voor mij was dat, dat gaf mij een boost, mijn team ook. Jullie stonden er ook als het wat minder goed ging. Jullie bleven achter de ploeg staan. Dus enorm bedankt daarvoor. Daarnaast wil ik het bestuur bedanken voor dit afscheid en voor alle jaren. Uiteraard de vrijwilligers die eigenlijk ook deze club dragen met al hun inzet. Daar heb ik inmiddels... In de loop der jaren heb ik heel veel vrijwilligers leren kennen. En die zijn al langere tijd bij de club verbonden. En dat maakt het ook zo bijzonder. Daarnaast uiteraard mijn teamgenoten, coaches waar ik mee gewerkt heb, dag in dag uit, om succes te behalen. Daarnaast wil ik uiteraard mijn familie, mijn vriendin bedanken voor hun support en hun steun, mijn vrienden uit Achterkarspel. Maar al met al wil ik jullie allemaal bedanken. Voor al deze jaren, voor je steun, voor je support. En ik ga jullie nooit vergeten.
Ik kom zeker nog geregeld terug. Dus ja, we zien elkaar snel weer. En nogmaals bedankt. Dames en heren, voor altijd onze nummer 14, Thomas Koenens. Dames en heren, dat was het dan. De speciale afscheidsceremonie van Thomas Koenens hier in Martini Plaza. Thomas, maar nog even een klein rondje langs de spelers en misschien publiek. Dank u wel. De volgende wedstrijd aanstaande zondag hier in Martini Plaza. 3:00 middags. Tot dan en tot de volgende ontmoeting met Donar. December de uitwedstrijd tegen Den Helder Suns van Donar. Hier nog even de laatste beelden van Thomas Koenens, die de huidige selectie van Donar nog even langs gaat. Ik bedank u voor het kijken. En mocht u in de gelegenheid zijn, dan spreek ik u komende zondag weer. En dan zie ik u dan weer. Nog een hele fijne avond.